Het DVS TV Weekjournaal onder werkelijk Siberische omstandigheden hier in die horrorwinter in Nederland, waar Pascal natuurlijk aan gewend is, want die komt helemaal uit Noord-Nederland, toch of niet, Pascal? Nou, zo heel ver is het hier niet vandaan, hoor. Half uurtje rijden. Half uurtje rijden, maar wel naar het noorden. Wel naar het noorden, ja. Is het altijd een stuk kouder, Pascal? Hè? Vanavond min 8, min 10 geloof ik. Dus. Even nog een keer voor de duidelijkheid. Pascal diende natuurlijk de trainer van het tweede. Afgelopen zaterdag tegen VVOG. Jammer. Ja, dat is een understatement. Ja, ik kan het normaal gesproken redelijk snel relativeren en dan ook wel analyseren en naast me neerleggen. Maar ik heb er nu al een weekend mee rondgelopen, dus het is lekker dat we weer gaan trainen vanavond. Ja, jij was er dus goed ziek van. Vanavond, er staan hier wat poppetjes en er staan wat spullen klaar. En dan ga je weer bezig met talenten. Kun je dat een beetje uitleggen even aan de kijkers van DVS TV? Jazeker. Wij trainen iedere maandagavond met de talentenpool. Talentenpool is iedere maandagavond dus trainen. Dat zijn jongens van A1, het tweede en het eerste. Waar vanuit de club, vanuit de TC zeg maar, het idee is van nou jongens, die moeten wat individueel begeleid worden om het laatste stapje ook te kunnen maken om bij het eerste aan te sluiten. En dat zijn voor een aantal jongens zijn dat kleine stapjes, omdat ze al bij de eerste selectie zitten. Bij de jongens vanuit de A1 is die stap natuurlijk iets groter, dus zal het traject ook iets langer zijn. Vandaar dat ook vanuit de club is gezegd van nou, het is eigenlijk een termijn van 3 jaar waarin je moet investeren om volwaardig eerste selectiespeler te worden. En dat is het idee erachter. En die spelers die hebben ook een beetje ergens voor getekend of zo? Ja, er zijn overeenkomsten zijn er getekend. Intentieovereenkomst dat er vanuit de club faciliteiten aan worden geboden om de jongens te ontwikkelen. De inspanning naar de jongens toe, vanuit de jongens zelf. Die geen contract hebben bij de eerste selectie is wel gesteld van wij investeren in jullie. Wij vinden het dan uiteraard ook belangrijk dat je de intentie hebt ook om in jezelf te investeren. Om het niet alleen een vrijblijvend karakter te geven, zodat we ook individueel met die jongens aan de slag kunnen. Ik heb het idee dat je al een keer of 8 of zo met die jongens zijn bezig geweest, klopt dat? Ja, zeker. Zeker hebben we 8 tot 10 keer hebben we nu getraind. Maar naast dat we trainen op het veld pakken we ook videoanalyse erbij en zijn we de jongens ook individueel aan het begeleiden. Het mooie is dat je in hele kleine groepjes, we trainen nu vanavond toevallig dan in met de hele groep, maar doorgaans trainen we 3-4 spelers, zodat je heel gericht kunt trainen met jongens. En dat kunnen zijn punten die echt verbeterd moeten worden, maar ook punten die gewoon goed zijn en die we nog verder willen perfectioneren. Dus het is echt individueel trainen. Ja. Heb jij dat al wel eens eerder meegemaakt in je trainingsloopbaan? Of is dit redelijk uniek waar DVS nu mee bezig is? Nou, het concept zoals we nu bij DVS is het wel redelijk uniek. Zie je hebt natuurlijk wel bij BVO's dat jongens individueel begeleid worden en dat er ook trainingen opgericht zijn. Alleen dan zijn vaak de groepen zijn wat groter. Dan zijn er vaak meerdere lichtingen die bij elkaar komen en met elkaar trainen. Omdat zij ook 5-6 trainingen per week. Dus dan kun je ook vaak een extra training inlasten. En nu is dat niet het geval. Maar kunnen we door wel de combinatie te leggen tussen verschillende elftallen, kunnen we het wel op deze manier goed inkleden. Wat een goede zaak zeg. Ik wil je daar heel veel succes mee wensen dit seizoen en waarschijnlijk volgend seizoen. Ik weet niet hoe lang je nog blijft. Nou, ik heb een jaar contract. Van de week heb ik gesproken met de club. En we vinden de insteek en de samenwerking zoals die nu gaat, vinden we hartstikke prettig. En daar gaan we van de week een vervolg aan geven. Top, succes daarmee. Verder, bedankt. Naast mij Jelle Zeeboer voor het Weekjournaal. En het is nog steeds heel erg koud hier in Ermelo. En Jelle staat hier gewoon met blote benen. En dat doen ze wel vaker in Harderwijk, of niet? Ja, dat klopt. Ik ben zelf niet heel erg van het kou laaien. Ik vind het nooit zo erg om in mijn korte broek te trainen. Ook niet met dit weer. Ik bedoel, als goed beweeg je. En dan word je vanzelf warm, hè? Dat ook, ja. Ik was nu ook mijn sokken vergeten, dus ik heb korte sokken ook. Dus, goed zo. Hey, waar ik benieuwd naar ben, bevalt het in de senioren? Verleden jaar heb ik je zien schitteren natuurlijk. Onder andere in die legendarische pot in Leusden. Prima penalty trouwens, maar goed. geintje. Ik heb het erg naar mijn zin. Na de A1 merkte ik ook wel, vooral het tweede seizoen, dat ik wel toe was aan wat nieuws, zeg maar. Ik bedoel, je werd op een gegeven moment wat groter, sterk en op een gegeven moment heb je gewoon zin in wat anders. En in een andere uitdaging. En die ben ik aangegaan door, senioren is natuurlijk, daar moet je wel
iets meer laten zien, zeg maar. Daar is het niet omdat alles vanzelf gaat. Dus hard werken en gaat steeds beter. En bevalt dit ook, die talentenpool? Heb je het idee dat je denkt dat je stappen daarmee gaat maken? Ja, ik denk van wel. Je merkt vooral dat je van tevoren heb je een formulier moet invullen met punten waar jij denkt dat je beter in moet worden, zeg maar. En zoals vorige week ben ik met Ryan gaan trainen. En je merkt wel dat je dan, toen trainen met z'n tweeën trouwens. En dan merk je wel dat je een uur lang volledig met jezelf aan het werk bent, zeg maar. Dus niet met anderen om je heen. En puur op je eigen techniek en je eigen mindere punten, om het zo maar te noemen. En dat voelt wel goed als je aan het einde klaar bent ermee. Oké, en jouw ultieme streven is natuurlijk om het eerste te bereiken, om de basis te halen. Dat klopt, zeker. Ik mezelf al voorgenomen om daar niet te veel naar te kijken. Want ik denk als het goed gaat, dan krijg je die kans vanzelf wel. Dus dat komt hopelijk ooit nog wel. Ik hou er wel van, hoor, zo'n slagvaardige rechtsbuiten die ook nog met de nodige lichaamskracht en techniek het een en ander kan laten zien. Ik hoop dat je dat ons nog heel vaak kan laten zien. Ik hoop het ook en ik denk ook wel dat het gaat gebeuren. Oké, bedankt. Hey, veel succes, hè. En nog steeds is het heel erg koud. En Jordi had het ook al een beetje koud. Ondanks het feit dat hij al een klein stukje van de warming-up heeft meegemaakt. Jordi van Selm naast mij. Goeiedag. Heb je al... bevalt dit? Ja, dit bevalt super. Individuele training is altijd fijn. Stukje zelfontwikkeling, stukje geloof wat de club in je steekt. Dus ja, ik ben zeer positief over de trainingen. Dat zeg je wel heel erg mooi, vind ik. Dat stukje geloof wat de club in jou steekt. En dat werkt bij jou natuurlijk ook weer terug naar de club toe. Ja, zeker. Ja. Ik doe mijn uiterste best. Ik wil mezelf ontwikkelen. Ik wil gewoon eigenlijk het eerste van DVS halen. Dat is nu mijn doelstelling. En daarin wil de club ook investeren in jou. En dat is natuurlijk mooi. Hoef ik dat in ieder geval niet meer te vragen, dat je wat je nou precies wil, wat je ultieme doel is. Nou, dat is dus duidelijk. En ik dacht heel even misschien van, nou, dit seizoen kan het misschien al wel eens gebeuren. Want zo'n gifkikker als jij op het middenveld, dat zou mij wel lijken. Ja, zeker. Ja, ik hoop natuurlijk dat ik een keer mijn kans krijg. En die wil ik dan ook zeker benutten. Ik heb al minuten mogen maken in één bij de oefenwedstrijden. En het bevalt me gewoon goed nu. Ja. Je hebt een verleden als voetballer bij diverse clubs, dacht ik, hè? Klopt, ja. Ik ben in de jeugd begonnen bij SC Putten. En daarbij heb ik een jaar stage gelopen bij Vitesse. Daarna ook nog kort bij Utrecht. Toen uiteindelijk ben ik in de, wat zal het zijn, D'tjes, naar AGOV gegaan. Heb ik twee seizoenen gevoetbald. Zijn vier te gaan. Toen ben ik opgepikt door DVS. Ben ik hier... als TDSB junior in de Agen voetballen. En nu sta ik hier. En je helpt de klanten fantastisch bij de Chinese muur. dankjewel. Okay, heel veel succes dit seizoen en met je verdere ontwikkeling. Gaat helemaal goed komen. Dankjewel, Piet.